deboodschap.today. LVV pleegt afstemming met saaizaadimporteurs. Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij sterker erop moeten toezien dat er geen voedseltekorten ontstaan in Suriname. Vooral in deze tijd waarbij voeding een belangrijke rol speelt in het geheel en het menselijk immuunsysteem versterkt dient te worden tegen het COVID-19-virus, moet LVV garantie kunnen bieden voor veilig en genoeg voedsel. In verband met deze pandemie heeft minister Rabin Parmisser regelmatig overleg met zijn directie en staf. Aangezien Surinamers in staat zijn om eigen voedsel te produceren, wordt ook zelf planten gestimuleerd, waarbij plantmateriaal, waaronder zaden en ook meststoffen, nodig zijn. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.